Ik loop op straat, mijn gedachten gaan ergens heen. Zelfs vandaag, mijn verjaardag, heel zuiver, mooi hoor. Ben ik alleen. Niemand ziet dat ik me eenzaam voel. Hij maakt het wel eigen. Ja, dat wel. Ik sleet ze maar door, zonder plannen. Oké, mensen, we zijn die handen. Laat ze zien. Voor mij geen slingers aan de wand. Gerard. Geen diner, geen restaurant. Gerard, nee. Geen chaos, geen handen schudden. Oh, jongens. Geen zie in de ochtendkrant. Ja. Wat mooi, wat zuiver. Prachtig. Ik heb voor jou gedrukt, zoals je ziet. Ik zag het, ja. Robert zit bij ons op de hot seat, maar ik gunde jou eigenlijk dat plekje wel. En vooral omdat ik jou nog helemaal niet ken. En bij deze graag had willen leren kennen. Ja, ik jou ook wel. Wat is het nou, een mannetje hier? Ja, Richie. Je ziet er goed uit. Dus ik denk dat de dames het heerlijk vinden dat jij langskomt in je pak en jou overal en natuurlijk het vuil overal ophaalt. De reden is dat ik niet gedrukt heb, is al gewoon omdat ik zat enorm te twijfelen. Ik zat met mijn handje al hier, maar Robert Leroy vind ik dan nog net een beetje voller. Godverdomme, traag je eigenlijk. Popstarachtig, omdat je gewoon een lekkere vent bent. Je hebt een hele goede auditie neergezet, prachtig gezongen, maar ja, misschien net voor mij een tandje tekort. Maar jij komt er wel. Dankjewel. Oké. Richie, ik vond jouw volume heel fijn om te horen. En ook als iemand papa zijn liedjes zingt, vind ik het fijn als ze het niet na gaan doen. Dus als je het gewoon naar jezelf toetrekt en op je eigen manier zingt, dat heb je heel goed gedaan. Maar we hebben nog steeds Jeffrey op onze hot seat en die gaat met ons mee naar de eliminatierondes. Omdat, sorry, wij geloven toch net iets te weinig in jou. Dankjewel. Jij bedankt.